Veel plezier beleefd en natuurlijk ook mogen meevliegen met die, met dit, ja, dat legendarisch toestel, die geweldige Seaking. Die eigenlijk een eigen muziektune heeft, hè, Chris. Ik ben benieuwd dat die NH90 is het toch? Dat hij ook zo'n legendarische tune ooit gaat krijgen. Maar de tune van Kracht 10, ik denk dat iedereen die associeert met de Seaking. Ja, ik zou het niet.